دابا كيقولوا لي مو، ولكن انا تخلقت محمد خرازي. هنايا في الرشيدية في المغرب، الوليد قال لي تريني بزاف وكون مطمئن وصبر، وهو أعطاني كرة، ومن بعد الحياة ديالي تبدلات. أنا تربيت مع أخوتي وأخواتاتي هشام، مصطفى، خالد، حسن، رشيد، وراديا، وسعيدة. أنا هو صغير فيهم. أنا تربيت في عائلة ديال الباسكت، خوتي ما كانش كيلعبوني معهم حيت أنا كنت صغير وهما كانوا كيلعبوا بالجهد. أنا مازال ما كنت كنقد عليهم، كنت ديما كنشوف فيهم وكنتعلم كيف كيلعبوا. كنت كل نهار كنقبض كرة وكنبقى ندريبلي بحال شي حمق. في البيسي القديم كنا كنتفرجوا كل نهار باش نتعلموا الباسكت. كنا كنخدموا واي حاجه كنقدوها لراسنا، كل شيء صوبناه بوحدنا، ما كناش عارفين شحال الوزن في الثقالات، ولكن ما كانش مشكل. كان عندنا الباسكيت، كنا كنتعاونوا على بعضياتنا، كنا فرحين الحمد لله. واحد النهار قال لنا الوليد رحنا غادي نرحلوا لهولندا باش يكونوا عندنا امكانيات كبار. Het was moeilijk en Rashidia achter te laten. Ik moest erg wennen aan deze vreemde moderne wereld. Ik sprak de taal niet en moest nieuwe vrienden maken. Maar ik had nog steeds basketbal en mijn broer. Hoewel ik Marokko miste, probeerde ik geduldig te blijven en mij volledig op basketbal te focussen. We speelden elke dag op het veldje naast ons huis. Op straat gold slechts één regel: de winnaar blijft staan. We werden onverslaanbaar. Hisham en ik werden geselecteerd om te komen spelen voor de beste club van Amsterdam. We voelden ons buitenstaanders. Iedereen droeg mooiste schoenen en kleding. Desondanks werden we steeds populairder en we maakten nieuwe vrienden.
Ik begon nieuwe mogelijkheden te zien. Het was een zwarte dag. Ik zat in de tram naar huis. Mijn broer Hisham belde mij in tranen op. Hij vertelde me dat onze broer Mustafa was verdronken tijdens het vissen. Mijn broer, coach, vriend en mentor. Ik was stuurloos. Die dag verloor ik een deel van mezelf. Basketbal was mijn escape. Ik kan harder, man. Ik kan harder. Kom op. Ik kan hoger spelen. Hakim Salem vroeg mij om professioneel te komen spelen voor Amsterdam. Let's go. Ik trainde harder dan ooit. Ik kan harder. Na 4 jaar vechten voor Amsterdam was het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik tekende een contract bij ZZ Leiden. Ferry, voor jou is het wat Dorsey Walker mag de bal niet inleveren. Dorsey Walker met de penetratie. Dorsey Walker tekort. De Jong. 3 seconden. Worthy de Jong moet gaan schieten. Ja, als die valt. Als die valt. Als die valt. 2 jaar later. Midden in de play-offs finale. Ik had zeker 100 gemiste oproepen van Hassan. Ik durfde niet terug te bellen. Maar deed het uiteindelijk toch. Hassan vertelde mij het verschrikkelijke nieuws. Mijn moeder was gestorven. We verloren de finale. Ik verloor mijn ziel. We begroeven haar in Er-Rashidiyah. Ik stortte mij volledig op trainen. Ik ging harder dan ooit. Het harde werken werd beloond. Watch Kurali goes, oh, he gets rejected by Karazi at the rim. He thought he was going in and Karazi was having none of it. In 2013 werd ik geselecteerd voor het Nederlands team. 2 jaar later kwalificeerden we ons voor het EK. Dit was in 25 jaar niet gebeurd. Op dezelfde moment speelde mijn broer Hisham in de Afrika Cup. Voor het Marokkaanse nationale team. We spelen allebei met trots voor onze landen. Trini bezef, kom ont ma in. Wacht het komt zwaar. En een maammer niet meer die mensen niet bedit. Bij een actie, maammer om mij die hiduus te houden.